Oh, Tony Pino achter de camera. Kijk dan hoe mega groen het in één keer hier is. Echt overal staan bosbessen. Kijk dan. Het is helemaal gebroeid. Dat was laatst jaar allemaal zand. Wauw, dit is echt gaaf geworden. Ja, en als het helemaal zomer is, dan is het helemaal dichtgegroeid. Dan kun je hier nauwelijks doorheen. Wauw, het is hier echt mooi geworden. Ik ben nou 10, 11 dagen niet meer. Nee, 11 dagen ben ik niet meer geweest. Maar je herkent het niet meer terug. Kijk dan, de das is weer bezig geweest. Kijk eens wat een grote kuil die gemaakt heeft. Gaaf, jong. Kijk dan, die zitten wel opeens te bladeren aan de boom. Overal waar je kijkt. Vet, jong. Als we rustig zijn, dan hebben we misschien kans dat we herten zien. Maar dan moeten we vanaf nu niets meer zeggen. Want aan het eind van het pad heb je de wildobservatiepost. Kijk dan, hier heeft laatst zo'n witte hond gelopen. Kijk dan, hij liep gewoon daar doorheen, weet je. Kijk, daar heb je door. We zijn binnen. Dan gaan we hier even kijken. Wow, kijk dan. Dat gras begint nou echt te groeien. Een heel tapijt, wacht. Dit is echt mooi. Dit is echt gaaf. Ik doe mijn jas even uit, het is hier behoorlijk warm. Dit is echt gaaf. Moet je kijken, ze hebben daar laatst gras in gezaaid. Zie je dat? Wauw. Dit gaat heel mooi worden, dat kan ik je nu al vertellen. Wauw, gaaf jong. Wauw, dit wordt een klein paradijsje. Dat kan ik je nu al zeggen. Er is op het moment nog geen wild te zien. Wow, hier verandert het heel snel. Deze camera pakt... Nee, die pakt het niet. Wat hebben ze nou weer hier neergezet? Kijk dan. Oké dan. Vet. Nee, dit lijkt de S van Sierenberg. Gaaf. Kijk dan, de muizenhoel. De mieren. Oké dan. Wow, ik sta ervan te kijken. Als het nou nog een paar keer gaat regenen, dan is dit helemaal dichtgegroeid. En de zon gaat schijnen. Eens even kijken. Om dit tijdstip ben ik hier nog nooit geweest. Ik ben vandaag ontzettend vroeg. Oh, meestal denk je rond de tijdstip, die hele hut zit vol met mensen, maar waarschijnlijk weten weinig mensen dat dat ding hier is. Maar ik sta er zelf van te kijken dat deze boom zo ontzettend groen geworden is. Kijk dan, laatst kon je gewoon helemaal daar kijken en het is echt overal waar je kijkt is het gewoon dicht geworden. Kijk dan. Kijk dan, hierboven begint het ook al dicht te worden. Dus vandaag en morgen zit dat ook helemaal dicht. Het lijkt me echt vet, jong. Ik ga eens even terug naar de hut toe. Daar ligt mijn andere camera. En die is €800 waard. Die laat ik niet al te lang liggen. Want je weet nooit of ze via de andere kant toch kunnen pakken. Je weet maar nooit, hè. Ratten kunnen overal zitten.
zijn we heel erg vroeg om die wulp te spotten. De kans is heel erg klein dat we het nu zien. Paddenstoelen. Ook al mooi. Dit is echt gaaf. Oh ja, misschien dat jullie het nog niet wisten, maar je zit hier echt in een ondergrondse hut. Kijk, dit is de bosgrond. Of zand, of weet ik veel wat het is. Gras. En dan gaat het hier alsmaar... Ah, het lampje doet het. Alsmaar naar beneden. En dan heb je daar, helemaal beneden, heb je de bodem. En als je dan hier uitgaat... En je draait de camera... Dan kun je ook zien dat die helemaal in de grond is gebouwd. Zie je dat? Want daar is de bosgrond. De bosrand, zeg maar. Hier heb je het grondlopen. Zie je dat? Hij is echt helemaal ingebouwd. En hier kreeg ik net een melding in mijn camera van face-herkenning. Ah, wacht. Ik zie het al. Op die beesten reageert hij. Gaaf, jong. Kijk, dan heb je hier zo'n boom zitten. En wacht, kijk dan wat er zit. Kijk. Wauw. Zie je dat? Kijken of we hem aan kunnen raken. Hij heeft een eigen... Wauw. Wat is dat? Oké dan. Wat is dat beest aan het zoeken? Ach ja... Dat doet me gelijk denken aan vroeger. Het was in de winter. Het was toen, dacht ik, nog voor januari of zo. Het was december, dacht ik. December, januari of zo. En het was ijs buiten en we gingen een schop in de grond zetten. En dan kwamen we ook van die bijen tegen. Maar die deden niks, omdat ze heel sloom waren. Maar ze zaten nou, ik denk, een stuk of... Nou, wat is het? 8 tot 12 centimeter diep onder de grond zaten ze. Die zaten nog behoorlijk diep. Dat is één ding wat zeker is. Beesten... Die leven ook onder de grond. Gaaf, jong. Kijk dan die hut. Ah, het is wel mooi, hè? Het blijft wel iets hebben. Kijk dan, hier heb je achter, heb je daar een open veld zitten. Daar kun je ook lopen, maar dan mag je officieel niet komen. Kijk dan, moet je zien. Gaaf, jong. En hier heb je het pad. Kijk dan die grote bladeren. En binnenkort ga ik een... Ah, kijk. Ja, dit is wat laatst die hond liep. Daar is ook een rood eden of zo, heet die man. Geen idee, maar toen kwam die hond. Liep hier zo en toen liep hij zo naar de observatiehut. De groetjes naar jou alvast. Ik ben er vandaag. Kijk hoor. Wow, dit is echt gaaf, joh. Ik herken het gewoon niet meer terug. Ik heb hier eens een keer in de avond foto's gemaakt. En die zijn echt mega gaaf geworden, jong. Die zijn echt spookachtig mooi. Daar bovenaan heb je een bankje staan. Oké dan. Ja, de zon staat nu op een hele andere plek dan normaal. Dan moet je dit zien, jong. Wow, dit is echt gaaf. Ziet er echt wel gaaf uit. Kijk dan deze plek hier. Kijk dan al die bosbessen. Moet je dat bos zien. Kijk, dan moet je dat blad zien. Hoe groot. Oh, lachen jong. Onze paal ligt er ook nog steeds. Zie je dat? Daar verscholen. Die ligt er ook al een paar jaar. Kijk dan. Zullen bijen dat doen? Nee, dat lijkt me sterk. Vloog er net wel één uit. Gaaf, jong. Wacht even. Kijk dan, er zit weer een hol. Zie je dat? En dat was de laatste nog niet. Wow.
En hier zit het altijd vol met vogels, rood bosje en zo. Wat is dat? Hoor je dat? Dat is een brommetje. Ik hoor een brommer in het bos. Wauw, gaaf jong. Hey, wacht, kijk. Hier heb ik toen dat vosje gefilmd. Die kwam hier zo kijken. Die kwam eerst daar bij het pad. En toen kwam hij hier. Liep hij daar zo. Toen liep hij zo naar boven. Toen was hij weg. Wat is dat, schimmel? Kijk dan, er zit een soort schimmel.